Droomt u van landelijk wonen? Dan moet u nu wakker worden, want dit is echt het schoolvoorbeeld van landelijk wonen. De weilanden als buren en deze prachtige boerderij uit de 19e eeuw, die mogen we te koop aanbieden aan de Hoge Enkweg nummer 7 in Doornspijk. Hoge Enk moet ik eigenlijk zeggen. Een heel rustig buurtschapje waar u optimaal landelijk kunt wonen. En de boerderij, ik zei al uit de 19e eeuw, maar is in de afgelopen jaren heel grondig gemoderniseerd. Een nieuw geïsoleerd rieten dak erop. Gelijkvloers heeft u alle voorzieningen. De bovenverdieping die kunt u naar hartelust zelf nog indelen voor nog meer ruimte. En een woning die gecombineerd gaat met moderne gemakken en authentieke details. Er zijn twee prachtige bijgebouwen op het terrein. Een grote garage met berging. En aan de andere kant van de boerderij nog een berging met veranda. Een heerlijk plekje waar u kunt genieten. Dat gaan we u zo laten zien. Het totale perceel is bijna 3000 vierkante meter. Goed verdeeld rondom de boerderij. En dat uitzicht. Eigenlijk overal vandaan geniet u daarvan. De Hoge Enkweg, nummer 7. Het is een heel rustig straatje. Eigenlijk tussen Doornspijk en het Harde. Het Harde ziet u daar. Doornspijk is daar. Beide plaatsen heeft u alle voorzieningen. Maar ook Elburg en Nunspeet zijn op hele korte afstand gelegen. Het terrein is ook prachtig aangelegd. Een speeltuin voor de kinderen. Een moestuin. De Boerenkool. Hij staat er prachtig bij hier. En hier heeft u twee weilanden voor het houden van schapen of een pony of andere vee bij huis. En let even op de gevels van de boerderij. Prachtig wit gemaakt, mooie kleuren gebruikt. Kortom, een plaatje om te zien. We gaan u binnen laten zien. Ja, bij een boerderij is natuurlijk niet bezuinigd op ruimte. En dat ziet u eigenlijk direct hier al als u de hal binnenkomt. Een prachtige, ruime hal. Daar nog een bijkeuken met een achterentree. Daar een slaapkamer. Hier links een grote oude slaapkamer. Tegenover daar de badkamer. En die oude details, die ziet u hier terug. Een prachtige schouw in de hal bijvoorbeeld. Met gebinten en oude tegeltjes. Prachtig die details. En het gaat gecombineerd met een strakke afwerking. En het leuke is dat die strakke afwerking heel goed past bij de authentieke elementen van de boerderij. Want 1835 zei ik als bouwjaar. En dat ziet u gewoon weer terug in de woonkamer met die oude gebinten die er nog staan. Die oude stalraampjes die er nog zijn. Maar voor de rest dubbel glas en een strak gestukte wandafwerking. En overal is wel een mooi doorkijkje. Of je nou daar zit of hier te eten. En die grote voormalige dasdeuren waar nu glas in zit naar buiten kunt kijken over de weilanden. Het is altijd een feestje om naar buiten te kijken. En wat dacht u van het setje hier? Dat is niet voor niets gedaan. Want kijk nu zelf. Als deze gebinten zouden kunnen vertellen wat hier allemaal gebeurd is, dan staan we hier nog wel eventjes. Want er is heel veel gebeurd in deze boerderij. Een complete renovatie de afgelopen jaren. En dat zie je ook hier weer terug in de keuken. Een prachtige landelijke keuken, wel weer modern. En dat is het leuke van het hele huis, die combinatie. Apparatuur is allemaal ingebouwd natuurlijk, met een oven, vaatwasser, gaskookplaat, koelkast. En natuurlijk een fantastische werkplek om hier het eten klaar te maken. Met dat als uitzicht. En ik zei al, moderne gemakken. Want er is ook gedeeltelijk vloerverwarming aanwezig. Hier in de badkamer en in de keuken. Er is natuurlijk heel veel om te laten zien. Ik laat u niet alles zien. Want de hele bovendieping die kunt u naar hartelust zelf indelen in meerdere slaapkamers. Maar hier vindt u een hele ruime oude slaapkamer. Een kastenwand. Heerlijk natuurlijk als u gelijkvloers wilt wonen. En er is op de begane grond nog veel meer ruimte. Een toilet, een grote stookruimte, vaste kast en hiernaast de prachtige badkamer. Dat is het leuke ook weer. Hij is echt eigenlijk instapklaar te noemen. Neutraal afgewerkt, stukwerk, neutraal tegelwerk en een grote inloopdouche. Een toilet hier en een wastafel en ook vloerverwarming hier. Wat een uitzicht. En dat klopt hier. Want dat uitzicht is onbetaalbaar, zou ik gaan zeggen. En op een heel strategisch plekje hebben ze deze veranda gerealiseerd. Want hier zit u natuurlijk op een mooie herfstdag zoals vandaag. Of op een zomerse dag natuurlijk heerlijk te genieten van het uitzicht over de weilanden. De schapen, de paarden lopen daar. Schitterend. Wilt u nog meer informatie? Kijk dan op de website hogeenkweg7.nl. Daar vindt u alle informatie over de boerderij. En natuurlijk bent u van harte welkom om deze woning te komen bezichtigen. Want dat is die waard. Van harte welkom.